De volksgezondheid is in gevaar. Daarom wil president Chandrika Prasad Santokhi dat alle organisaties meehelpen om het volk te beschermen tegen het COVID-19-virus. Op de gisteren gehouden persconferentie zei het staatshoofd dat hoewel de situatie zorgwekkend is, mensen toch demonstreren en zo de kans nemen om elkaar te besmetten. Hij benadrukte dat niemand aan het recht komt van de burgers om te demonstreren. Echter moet men wel verantwoordelijk genoeg zijn om verdere verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen. En ik kan je zeggen, dat gedrag wat getoond wordt, dat zal me niet verbazen dat die derde golf nog ernstiger gaat worden. En misschien een vierde golf nog kunnen krijgen. Wij gaan als regering gaan blijven oproepen. Louis Bradanga Siza, doe alles om ons land te beschermen. Tegen verdere besmetting en verspreiding van het virus. Laat je vaccineren. We krijgen vaccinaties van buitenland. Vanuit Nederland. Om de hele bevolking te vaccineren. Er wordt een goed vaccinatieprogramma opgesteld. Om gemiddeld zeker 4.000-5.000 mensen te vaccineren. Ik wil dat we voor einde van dit jaar 75% gevaccineerd hebben. Dan kan je beleid ontwikkelen. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid zegt dat er nu gewerkt wordt aan het vergroten van de bereidwilligheid van burgers om zich te laten vaccineren. Hij geeft echter aan dat niemand verplicht wordt om zich in te enten. We hebben vooralsnog geen plicht in Suriname. Dat kan ook niet, het is tegen de universele rechten van de mens. Maar het is wel een advies die we geven. Dus als overheid geven we een advies. Ook wil ik werkgevers oproepen om niemand te verplichten. En ik heb het eerder ook gesteld dat we rapporteren aan het ministerie van Arbeid. Omdat we ook geen problemen willen hebben met de mensenrechtenorganisaties. Dus op deze is nog steeds het advies. Het is wel een maatregel ter bescherming van de gezondheid van de samenleving. Dus daarom is het onze verantwoordelijkheidsoverheid om zoveel mogelijk het bewustzijn te vergroten om het vaccin te accepteren. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid gisteren in de congreszaal bij de regeringspersconferentie.